2. Wat is podcast 3? Nee, spot nummer 2. Hier liggen hun lijken, als zaden in het zand. Hoop op de oogst, o Vlaanderenland. Dus de toren die je daar dus ziet, is eigenlijk een soort van nieuwe toren. Want de oude eerste toren die is dus opgeblazen door dynamiet, door anti-Vlamingen eigenlijk, die tegen Vlaanderen waren, tegen de Vlamingen. En met de puinhoop, met de brokstukken, hebben ze dus deze poort gebouwd, de Pakspoort. En daar hebben ze dus eigenlijk, zijn de restanten van de afgebroken, hoe moet ik dat zeggen, opgeblazen toren die je daar dus kan zien. En dat hebben ze gedaan omdat er heel veel Vlamingen hebben gecollaboreerd met de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. En daar waren heel veel Vlamingen slecht gezind over. Waardoor ze dus die hebben opgeblazen in 1946. En met de restanten hebben ze dus de Pakspoort gebouwd. Aan de twee zijkanten kan je dus mooi lezen in het Nederlands nooit meer oorlog en in het Engels no more war. Zo lieten ze zien hoe dat het uitzicht hierboven er vroeger natuurlijk uitzag. Helemaal niks, buiten Dick Smaad dan. Hier kunt u dus het chloorgas en het mosterdgas ruiken dat gebruikt werd als gifaanvallen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Stinken tot en met.
Maar we luisteren in het heel te meer het hoor. Hij heeft wel een explanation of hij in die vorm. Van slap vertrekken. Thank you for watching this video on our channel about the museum on the river the Yser. The Iron Tower is a peace monument in the West Flemish city of Dixmude. Do you want to know more about the First World War in Belgium? You can check the websites down below for more information. Thanks again for watching, guys. Peace out and stay exploring.